Goeiedag, welkom bij deze instructievideo in een C-klasse met commandsysteem. Wij gaan het vandaag hebben over de radio. U ziet in het keuzemenu ziet u de icoon radio. Deze kunt u aanklikken en dan zal de radio zal zich openen. U ziet hierin ook gelijk de zender waarop die staat ingesteld. Om het keuzemenu te openen kunt u op het stuurwiel naar rechts swipen. Kunt u de draaiknop naar rechts zetten of via de touchpad ook naar rechts swipen. Dan zal zich het keuzemenu binnen de radio zal zich openen. Hierin kunt u verschillende features aanhalen. Bijvoorbeeld het zoeken naar een geschikt radiostation. U kunt hierin scrollen, maar u kunt hem ook eventueel intypen. Het zendergeheugen zou u eventueel een actuele zender op kunnen slaan of opgeslagen zenders in kunnen zien. U kunt uw radiobron kunt u ook beheren. In het geval van DAB radio zal zich die hierin ook openen. U kunt het geluid aanpassen. U kunt een slideshow starten. Maar u kunt ook overige instellingen en opties kunt u in dit menu inzien. Om makkelijk van radiostation te wisselen, zou u eventueel gewoon de draaiknop kunnen gebruiken. Door deze te bedienen kunnen wij heel makkelijk van radiostation wisselen. Dit kan eventueel ook door op het stuurwiel naar onder te swipen of via het middenconsole ook deze naar onder te swipen. Als wij op radio staan, dan kunt u deze ook spraakgestuurd bedienen. Dan hoeft u deze alleen maar te activeren via de button op het stuur. En daarin zal u een keuzemenu voor krijgen. En in dit keuzemenu kunt u verschillende commando's geven binnen de radio features. Functie niet mogelijk op afbreken.